Ik ben Rob de Knecht. Ik ben hier maagdarmleverarts in het Erasmus MC. En binnen de maagdarmleverziekte hou ik me met name bezig met virale hepatitis, hepatitis B en C. Dat zijn belangrijke infectieziekten van de lever. En daarnaast abdominale echografie. We zitten nu in een van onze echokamers op de polykliniek. Dat is een bijzondere plek omdat het eigenlijk helemaal niet gebruikelijk is om als maagdarmleverarts je bezig te houden met echografie. We zijn daar nu alweer bijna 10 jaar geleden mee begonnen. In die tijd was het lastig om met name bij onze transplantatiepatiënten een goede echo te krijgen. En toen dachten we, misschien kunnen we dat zelf beter. En toen ben ik een tijdje eerst naar Duitsland gegaan, ben ik hier naar terugkomst in mijn eentje begonnen. Maar van lieverlee hebben we nieuwe collega's erbij gekregen die het ook konden. En met z'n drieën hebben we een heel goed lopend programma. En het geeft heel veel plezier en met name het geeft heel veel verdieping in het vak. En wil je iets kunnen zeggen over de oorzaak van de leverziekte of de ernst van de leverziekte, dan heb je eigenlijk altijd een echo nodig. En vroeger betekende dat dat we een bon invulden voor een echo bij de radiologie. Wat dan ook weer betekende dat we eigenlijk nooit zelf, ja, behalve dan wat foto's, gezien hadden hoe een zieke lever er nou bij de patiënt uitziet. En nu zien we dat wel, nu zien we dat dagelijks. En ik denk dat het de patiënt ten goede komt, omdat het bij ons veel meer begrip geeft over wat er met die patiënt aan de hand is. En ook in het bepalen van wat het beste is voor de patiënt. En het is heel mooi als je vanuit je beroep er een stukje aan kan bijdragen, dat mensen weer heel langzaam maar zeker alle dingen kunnen doen die ze willen doen en daarmee volledig in de maatschappij staan. Van de meeste bedreigde diersoorten zullen we het heel jammer vinden, heel spijtig vinden als die van de aardbodem verdwijnen. Maar van het virus wat u in de bovenste rij in het midden ziet, daar zullen we niet lang om treuren als we dat virus kwijtraken. En wat hepatitis C betreft, hebben we een goede kans dat dat gaat lukken. En daarom is het misschien wel een revolutie in de geneeskunde dat we daar op deze manier nu over kunnen praten. Nog geen 25 jaar geleden is hepatitis C als leverziekte ontdekt. Daarvoor was het virus bekend als non-A, non-B. A en B waren bekend. Er was nog een leverziekte, maar niemand wist precies wat het was. En binnen 25 jaar zijn nu geneesmiddelen ontwikkeld die zonder al te veel bijwerkingen eigenlijk bij vrijwel iedereen tot genezing kunnen leiden. En ik kan op dit moment weinig andere ziekten bedenken, ook buiten de leverziekte, waar we in staat zijn om met een relatief eenvoudige therapie het grootste deel van de patiënten te behandelen. Een aantal mensen hier in de zaal zal nog bekend zijn met de ouderwetse therapie voor hepatitis C, die we vanaf de 90er jaren aan veel mensen hebben voorgeschreven. Dat ging met een combinatie van pillen, ribavirine, en spuitjes met interferon en later peginterferon. En in plaats van dat je daar al heel snel beter door werd, ging je eigenlijk steeds slechter voelen. Interferon is een lichaamseigen stof die we maken als we de griep hebben. En een patiënt die voor hepatitis C werd behandeld, had eigenlijk gewoon gedurende de gehele behandeling van een jaar griep. Met daarbij depressies, koorts, spierpijn, noem maar op. Op dit moment hebben we de beschikking over zeer effectieve pillen zonder al te veel bijwerkingen. En is eigenlijk binnen no time het virus bij de meeste mensen verdwenen. Waarom is het zo belangrijk om mensen van de hepatitis C af te helpen? Hepatitis C is een langzame ziekte. Na ongeveer 30 jaar merk je pas dat je het hebt. Dan heb je een levercirrose met een complete verlittekening in de lever. En dan krijg je allerlei problemen, vocht in de buik, bloedingen, infecties, noem maar op. Maar wat misschien heel veel mensen niet weten, dat is dat die hepatitis C ook buiten de lever voor ziekte kan zorgen. Het beïnvloedt het vetmetabolisme, het beïnvloedt het suikermetabolisme, waardoor mensen suikerziekte krijgen, diabetes mellitus, en een hoger risico hebben op cardiovasculaire problemen, zoals hartinfarcten, hoge bloeddruk, CVA's, noem maar op. Er zijn eigenlijk twee redenen om hepatitis C te behandelen. Om van de leverziekte af te komen, maar ook om van problemen buiten de lever af te komen. Nou, gelukkig heeft de natuur een aantal dingen bedacht die ook heel goed zijn voor de lever en waar dat virus niet zo van houdt. Dat is allereerst koffie. Het is heel goed om 5 tot 6 koppen koffie te drinken per dag. Chocola, daar houdt het virus ook niet zo van, met name de cacao. Daardoor wordt de vermenigvuldiging een beetje geremd. Dus een kopje koffie en zo nu dan een stukje chocola op een dag, dat is prima. Maar ook Aziatisch eten met een gele kleurstof, turmeric, of het bekende Griekse dieet met veel olijfolie, weinig rood vlees en zo nu en dan wat vers fruit en groenten. Uitstekend voor de lever en slecht in die zin voor het virus.
Behandeling van hepatitis C is altijd zinvol voor mensen die de infectie net hebben of mensen die het al langer hebben. En dat laat dit plaatje heel duidelijk zien. Hier zijn mensen weergegeven met en zonder het virus. Mensen zonder het virus zijn genezen. Maar we zien heel duidelijk op de y-as de cumulatieve mortaliteit, dus de sterfte aan hepatitis C. En dan zien we dat de groene lijn veel steiler verloopt dan de blauwe lijn. De blauwe lijn, dat zijn de mensen die zijn genezen. En de groene lijn, dat zijn de mensen die niet zijn genezen. Als we specifiek kijken naar mensen in het eindstadium van hun leverziekte met een levercirrose, dan worden die verschillen nog veel groter. Als je op zo'n moment wordt behandeld, dan verdwijnt als sneeuw voor de zon eigenlijk het risico om te overlijden. Mensen die genezen zijn na 10 jaar met een levercirrose, gaat eigenlijk nog maar een paar procent dood. Maar als je op dat moment je virus niet kwijtraakt na de behandeling, dan binnen 10 jaar is bijna 1/3 van de mensen overleden. En als je gaat kijken naar complicaties zoals leverkanker, dan zie je ook een enorm verschil. Als je het virus kwijt bent, gaat je risico naar beneden. En ook levergerelateerde complicaties, wat ik net noemde, de infecties, et cetera, dat verdwijnt eigenlijk allemaal als sneeuw voor de zon. En hier zien we dat weergegeven in een leverbiopt, een punctie, waar we met behulp van een naald een stukje leverweefsel hebben weggehaald. Dit op het moment dat de patiënt ernstig ziek was. We zien grote banden met littekenweefsel. Maar een paar jaar na effectieve behandeling zijn die banden eigenlijk heel klein geworden. Zijn nog maar bandjes. Met andere woorden, als je van je hepatitis C afkomt, kun je uiteindelijk weer een volstrekt normale lever krijgen. We zien dat ook aan mensen op de wachtlijst voor levertransplantatie. De functie van de lever verandert. En dat is hier weergegeven. Al die blauwe lijntjes representeren 1 patiënt. En weergegeven is wat de daling is in de zogenaamde meldpunten. Dat is een systeem waarbij we de noodzaak in een getal kunnen uitdrukken hoe hoog de noodzaak is om een lever te krijgen. En naarmate het balkje meer naar beneden gaat, neemt die noodzaak verder af. Als je behandeld wordt in een late fase, neemt die noodzaak inderdaad af. En inmiddels weten we vanuit Frankrijk dat als je op de wachtlijst staat en je wordt behandeld voor je hepatitis C, dan kan ongeveer 20% uiteindelijk van die wachtlijst af. Dus dan kunnen we zelfs bij 1 op de 5 kunnen we nog voorkomen dat iemand een levertransplantatie moet ondergaan. Deze dia laat de beschikbare middelen in Nederland zien die we op dit moment hebben. Een heel scala aan combinaties van pillen en bijna allemaal 100% succesvol bij patiënten met leverziekte. Ietsje minder succesvol als je al een wat meer vergevorderde ziekte hebt. Dat heeft met allerlei factoren te maken, maar grosso modo kunnen we het merendeel van de patiënten nu behandelen. Dit is een voorbeeld. Genezingspercentages, u ziet het, van boven de 95%. 94, 98. Het is echt fantastisch wat we sinds begin dit jaar kunnen doen. Maar helaas, op het moment dat deze middelen geïntroduceerd werden, in januari van dit jaar, waren ze gigantisch duur. We hadden 3 verschillende soorten pillen en 1 pil, Cimeprevir, had de prijs van een iPhone 5. Daclatosfeer de prijs van een iPhone 6. En Sofosbuvir helemaal erg de prijs van zo'n grote iPhone 6. En u zult begrijpen dat de minister daar niet heel blij mee was. Want als we dan iedereen zouden behandelen, dan zou dat een enorme impact hebben gehad op het geneesmiddelenbudget. Dus de minister zei, je mag behandelen, maar alleen de mensen die heel ernstig ziek zijn. Dus mensen met een cirrose of bijna een cirrose. Mensen die al getransplanteerd zijn, want dan krijg je heel snel het virus terug. En dan verloopt het ziekteproces ook veel sneller. Of mensen die op de wachtlijst staan voor een levertransplantatie. En verder nog die ene zeldzame patiënt die niet zozeer problemen heeft van hepatitis C in zijn lever, maar daarbuiten. Die mochten behandeld worden. Maar vanaf 1 oktober en 1 november zijn de prijzen naar beneden gegaan. De minister heeft heel goed onderhandeld en we mogen op dit moment alle patiënten in Nederland met hepatitis C behandelen. Dus u begrijpt, Edith Schippers is op dit moment eigenlijk de grootste vriendin van alle leverartsen in Nederland. Want dit heeft ze toch maar mooi voor elkaar gekregen. Kunnen we nu inderdaad meteen iedereen behandelen? Ja en nee. Op het moment dat je iemand behandelt, dan moet een patiënt regelmatig terugkomen naar de poli. En als je een eenvoudig hepatitis C probleem hebt zonder al te veel afwijkingen, wil dat zeggen, je wordt behandeld gedurende 12 weken. Je komt een paar keer terug bij aanvang, na 2 weken, aan het eind van de behandeling nog een keer om te zien of het virus weg is. Maar dat betekent toch in korte tijd 4 keer. Nou, we hebben in het Erasmus MC misschien wel 800 patiënten met hepatitis C. Dus u kunt zich voorstellen, als iedereen in 1 keer 4 of 5 keer moet komen, dan kunnen we dat niet in 1 jaar aan. Dus we moeten toch een beetje kijken van wie behandelen we nou als eerste en bij wie is het verantwoord om nog eventjes een paar maanden te wachten.
Als ik dan mag samenvatten waar we nu op dit moment staan met de behandeling van hepatitis C, dan kan ik zeggen dat de behandeling van hepatitis C buitengewoon effectief is op dit moment. Als je weinig afwijking hebt in de lever, dan eigenlijk vrijwel 100% kans op succes. Maar ook in geval van het eindstadium van leverziekte, de cirrose, bereiken we toch wel hele mooie resultaten. 80-85% van de mensen kunnen we genezen. En we kunnen zelfs een klein gedeelte van de mensen van de wachtlijst afhalen. Wat ook heel belangrijk is bij medicijnen, dat is dat ze veilig zijn. En de middelen tegen hepatitis C, de nieuwe middelen, zijn absoluut veilig. Geen koorts meer, geen depressies. Eigenlijk merken de meeste mensen helemaal niks als ze met deze pillen starten. Misschien in de eerste week wat onregelmatig slapen, maar dat is dan ook het meest vervelende. Ik zei al, de meldscores die dalen, die verbeteren. En dat wil zeggen dat de noodzaak bij een aantal mensen om te transplanteren afneemt en bij een enkeling zelfs verdwijnt. En als we een jaar verder zijn, dan moeten deze geneesmiddelen ook in Nederland ervoor gezorgd hebben dat we eigenlijk het grootste deel van de mensen van hun hepatitis C hebben afgeholpen. En dat laat dit plaatje zien, dat is een soort voorspelling van hoe het moet gaan met het aantal mensen wat in Nederland overlijdt aan hepatitis C. En dit plaatje gaat ervan uit dat we het als dokters met z'n allen heel erg goed gaan doen in de komende jaren. En dan zien we dat op dit moment is de sterfte van hepatitis C is eigenlijk best wel hoog. Zit op ongeveer 75 mensen per jaar. Maar het is toch wel de bedoeling dat in de komende 20 jaar, als gevolg van de nieuwe medicijnen, dat daalt naar misschien een paar per jaar. Want je zult er natuurlijk altijd een paar missen. Maar als dat niet lukt en we houden deze lijn, ja, dan kunnen we niet anders zeggen dat we het als dokters niet goed hebben gedaan. Dus we moeten echt heel goed proberen om bij iedereen bij wie het nodig is deze pillen te gaan voorschrijven. Zodat hepatitis C over een paar jaar misschien niet helemaal hepatitis C vrij is, maar wel bijna. Dank u wel. Rob de Knecht, dank u wel.